vandaag gaat mijn vriendje strijden tegen mijn beste vriendin. Want wie kent mij nou het best? Ik heb. Ja. 100%. Dit is zo geen eerlijke wedstrijd. Dit is een super eerlijke wedstrijd, jongens. Want de verliezer mag in een strak pak buiten gaan staan en wordt bekogeld met waterballonnen. Yeah. Oh, ja. Dit is gewoon eigenlijk een excuus om mij te bekogelen met waterballonnen. Nee, dat is echt niet de reden waarom we deze video maken. Nee, want als jullie namelijk gelijk spelen met elkaar, dan ben ik de lul. Nee, jullie mogen niet expres gaan. Nee, natuurlijk niet. Dat zou echt niet eerlijk zijn. Nee, klopt. Zullen we beginnen? Ja, let's go. Hoe we dit spel gaan spelen, Maxime heeft een aantal vragen voorbereid en die gaat zij stellen. En wij hebben een prachtig bordje hier. We schrijven ons antwoord op en we tellen af van 3 naar 1 en dan draaien we ons bordje om. En dan mag jij zeggen, maar we tellen het af van 3 naar 0 of zo. De meeste mensen doen 3, 2, 1, maar jij kan ook 3, 2, 1, 0. Nee, dat is kut. Ja. Ik heb Maxime nagetekend. Is dat een bonuspunt? Nee. Nee. Kijk hoe het eruit ziet. Het is gewoon cursed. Dankjewel, hè? Min 1. Laten we beginnen. We beginnen met een hele makkelijke vraag. Welk eten lust ik niet? Zoveel lust jij niet. Dit bord is niet groot genoeg om alles te kunnen opschrijven wat jij niet lust. Je moet eten opschrijven wat ik het minst lekker vind. En wie het dichtst bij komt. Of waarvan ik denk, gadver, dat vind ik echt heel vies. Die krijgt een punt. Ik ben klaar. Oké. 3. Wacht nou, je vraagt... Hoe lang is het schrijven? Heb ik al 500 dingen opgeschreven? Ik heb maar 1 ding opgeschreven en ben je gedisqualificeerd. Sander, wat schrijf je aan? Wacht nou! Je moest 1 ding opschrijven. Ja! 3, 2, 1. Prachel. Miauw. Hollandse stamppot uit de magnetron, zoals boerenkool. Ah, oh, nee, allebei heel vies. Weet je, deze had ik wel in mijn hoofd. Deze had ik wel namelijk bedacht. Ragu. En even uitleggen waarom er een kat bij staat. Maxime vindt het op kattenvoer lijken. Ik vind ragu zo tering vies. Ik vind dit vies, maar ik vind dit echt goorder. Hou op! Nee, maar de vraag was niet, wat vind je het vies? Wat vind je vies? Dan hebben we het allebei goed. Ja, doeg. Toch? Eigenlijk? Ja? Eigenlijk? Ja. Sander, ja. Ja. Oké, ik kan niet ontkennen. Ik krijg allebei punt. 1-1! Mogen wij jou allebei bekogelen trouwens, Max? Ja. We deze kennen. Hoe heten mijn twee opa's en oma's? Dus allebei de families. Jezus. Wie de meeste namen goed heeft, zijn opa's en oma's. Kutzooi! 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 Oh, ik word zo ziek geëxposed nu. Ik kan. Dankjewel. Oh, ik voel me echt schuld dat ik dit niet weet. Het zijn 4 mensen in totaal. Ja. Ik zit over je oma nog te denken. Het is echt heel erg. 3, 2, 1. Duim erop. Kijk je? Teun van de Plas, nee, niet van de Plas. Arie van Eteren. Nee! Is het goed? Nee, ik weet... Jij doet me gewoon wat, hè? Jij wist ook alleen Teun, hè? Nee, Lady ook. Ik wist het gewoon niet. Ik ben maar Teun. Ja. Zijn Arie en Rita goed? Nee. Ik dacht ik gewoon maar... Is het goed? Nee. Oké, de namen zijn in het echt Leni van der Plas, dat is mijn oma. Ja, ja. En Teun van der Plas, okay. Mijn opa. Mijn andere opa en oma, dat is Riens van Heteren. En Marjan van Heteren. Marjan! Echt? Ik heb dit nooit geweten. Hallo! Hallo! Ah! Maar Sander heeft een punt. Ja. Weet jij trouwens alle namen van mijn opa en oma? Nee. Maar ik heb je andere opa en oma ook nooit gezien, moet ik zeggen. Nee. De volgende vraag. Hoe lang heb ik een beugel gehad? Dat is een hele kutte vraag voor Sander. Ja. Ik heb namelijk gezien. Dus ik heb eerst heb ik een gehemelte beugel heb ik gehad. En daarna slotjes. En daarna heb ik slotjes gehad. Dit is zo moeilijk. Hoe moet ik dit weten? Je kent mij het beste. Oké. 3, 2, 1, draai maar om! Oké, we hebben kort 2 jaar. Oké. 3 jaar, ja, het is 3. Yes! Haha! Ja, maar... groep 8, klas 1, klas 2. Ja, ja, toen ging je eruit. Ja, ja. Ja, maar dit had ik nooit kunnen weten. En jij kan dit wel weten. Dit vind ik geen eerlijke vraag. Oké, de volgende vraag. Met hoeveel jongens heb ik in totaal gezoend? Ik vind het zo moeilijk. Oh my god. Ja, dit is ook weer zo'n vraag waar jij veel beter het antwoord op weet dan ik. Ja, maar dit is echt... Nee, dat weet ze niet. Ik heb een getal gegokt. Ik heb gewoon gegokt. 3, 2, 1. Jij hebt
14 en jij bent 11. Ja, volgens mij zit het dus 13. Denk dan zit ik dichterbij. Ja, dan zit ik dichterbij. Oeh. Ja, ik denk oprecht dat het 13 zijn. Ik had jou lager ingeschat, vriendin. Ja, het waren eerst 12 en toen kreeg ik Sander. Toen was het 13. Nee, Sander was 12 en daarna is nog 13 gekomen. Oh, zo. Oké. Okay. Volgende vraag is... Van welke leeftijd tot welke leeftijd heb ik modellenwerk gedaan? Denk. Ik weet het ook niet hoor. Wow, ik moet heel veel nadenken. 3, 2, 1. Oké, we hebben 15 jaar tot 21 jaar en 14 jaar tot 18 jaar. Oh, kut, ik heb verkeerd gerekend. Sander zit wel dichterbij. Ik wilde 20 doen. Tuurlijk, oh my god. Sophie is letterlijk meegeweest naar mijn laatste keer dat ik voor de Fashion Week naar Milaan ging. Hè, ja. Sophie? Maar ik was geen 18, ik was 20. Ja, shit. Hè, maar was je 15? Ja, ik was 14 of 13, toen werd ik gescout. Ja. En toen op een gegeven moment wilde ik niet, want ik vond het een beetje eng. En toen werd ik nog een keer gescout op mijn 15e en toen wilde ik wel. Dus toen heb ik het wel aangenomen. En ja, vanaf toen is het ingegaan. En om mijn 20e, toen was ik er klaar mee. Dat was de laatste keer Fashion Week. Wat is op dit moment mijn favoriete game op PlayStation? Easy. Ja, dat is die nieuwe game die jullie spelen, maar ik weet niet hoe die heet. Nee, dat is niet mijn favoriete game. Waarom zeg je dit, Max? Waarom geef je haar nu een tip? Dit is zo oneerlijk. Je bent echt een cheater. Oké, sorry. 3, 2, 1. Fortnite. Ja, dat is wel waar. Ja, anders had zij iets anders in gefilmd. Nee, ik had heel die naam van die game niet geweten. Ik had sowieso Unravel 2. Ja, die had ik sowieso niet geweten, dus dat had ik niet opgeschreven. Eigenlijk heb jij een tip gekregen. Het staat nu 5-3. Yeah! Woehoe! 5-3. Oké. Ja, ik wil het gewoon schoon hebben, ja? Ik ook. Ik word autistisch. Weet je dat vroeger op de basisschool zo'n leraar niet goed het bord uitveegde? Oh, dat dit er dan zo. Ja, hij nog dit ziet. Ja. Oh. Kunnen we door? Of, ja hoor. Ja, kom maar. Ja, dit dacht ik wel. Oké, de volgende vraag is... Hoeveel hoodies heb ik in totaal in mijn kast liggen? Oh. Maar hoodies is met capuchon, hè? Ja. We zijn zo benieuwd terug. Na de reclame. Ik ga gewoon gokken, joh. Ja, ik ook. Heb jij ze geteld? Oh. Ja, ik heb ze allemaal geteld. Echt? Ja, ik heb ze allemaal geteld in mijn hoofd. 3, 2, 1. 9 en 9. Ja, jullie kunnen dan nooit ernaast zitten. Wat is het? Ja, het is 8. We hebben allebei geen punt. Ik heb 8 weg. Ja, we hebben allebei geen punt. Ik heb 8 weggeschreven. Nee! Ja. Shit. Ik wilde eerst 11 opschrijven. Jullie weten, ik hou niet zo van snoep. Maar als ik wel snoep zou moeten eten, welke vind ik dan het lekkerst? Weet je dat ik je vannacht over heb gedroomd? Wat? Als je deze vraag ging stellen? Dat zeg ik zweer het. Ik heb hierover gedroomd. En ik wilde nog een vraag stellen erover. Telt chocola als snoep? Nee. Telt kauwgom als snoep? Nee. Oké. Okay. Ik weet het echt niet. Echt geen flauw idee. Ik heb echt 0,0. Er is één snoepje die vind ik oprecht wel lekker. Huh? Is iedereen klaar? Ja. Ja. 3, 2, 1. Persikjes. Nee! Het is wel fout. Dus jullie kunnen wel een leuke high five geven, maar het is gewoon wel fout. Ik vind het wel mooi dat het weer zo. Ja. Het is biggetjes. Oeh, dat is wel goed. Ja. Ja. Die vind ik echt wel lekker. Oh ja, laatst in Duitsland was je echt... Ja, die pot had liggen. Die kan ik dus wel echt, ik vind dit hier ook heel misselijk van. Oh. Hoe hebben wij weer hetzelfde antwoord? Dat is echt bizar, van al het snoep, hè. Het is voor mij echt een wilde gok. Als ik ander werk deed dan wat ik nu doe, dus een echte baan, als ik echt werk deed, welk beroep had ik dan gekozen? Nee, niet spieken. Ik heb al opgeschreven. Ja, dat kan niet schelen. Oké. Okay. Jongens, zullen we even een keertje een video opnemen zonder dat jullie ruzie maken? Ja, dat zou ik ook fijn vinden. Best wel chill. Hij daagt mij uit. Zou ik ook chill vinden. Hij kijkt af bij jou. 3, 2, 1. Draai maar om. We hebben visagie. En we hebben huidspecialist. Specialist? Ja, gewoon zo noem je zo iemand, toch? Huidtherapeut. Therapeut, ja, ook goed. Maakt niet uit. Dat gewoon, is hetzelfde. Maakt niet uit. Ik zou... Het is allebei niet... Huh? Wel, jij wilt dit wel doen. Nee, ik wil dit ook. Niet wel. Nee. Voor films en zo. Oh ja, maar dat is niet visagie. Wat dan? Dat make-up. Ja, dat heet volgens mij
veel make-up of zo. Ik wilde, is het oprecht, op het moment dat ik hier dit koos, wilde ik eigenlijk iets met biologie gaan doen. Dus eigenlijk was dat het. Dus zeg maar iets met bioloog. Zoals huid. Maar dan, als ik zou moeten kiezen tussen jullie twee, want jullie zitten allebei wel dichterbij, zit hij wel dichterbij, dan denk ik... Dat is echt niet waar! Je hebt zo vaak gezegd dat ik dit wil doen! Dat je elke dag gewoon 10 laagjes met huidspulletjes te doen en alles uit te zoeken. Kijk, op TikTok zie je alleen maar bij haar huidvideootjes. Ik word een beetje kwaad hier. Snap ik, het is zo easy. Mm. Ja, maar dit was echt toen ik zeg maar echt heel jong was dat ik dat wilde doen. Maar nu zou ik eerder dan voor dit kiezen. Oh. Ik heb ruzie gemaakt. Nee hoor, je hebt vrienden gemaakt. Help. Er staat nu 6-3 al. Er staat al 6-3. Ja. Jongens, we gaan even wat andere vragen doen. We gaan even afvragen doen. Ik heb nog 2 leuke vragen voor jullie. Nog maar 2. Ja, dat kan ik sowieso niet winnen. Oké, let op. Nee, komt denk ik nog wel meer. Wat dan? Op welke leeftijd werd ik ongesteld? Ik ben echt een domme man die geen verstand heeft van dit. Ik weet niet hoe oud je bent wanneer dat gebeurt. Echt niet? Nou, je bent geen 20 als het gebeurt. Nee, dat snap ik ook wel. 3, 2, 1. Ja, nee, allebei niet. Was het 13? Ja. Shit! Nee, ja. Grom maar! Gooi het er maar uit! Maak dat bord maar schoon. Ik zal een gesje in de bos komen. Oh, wat heb je? Auw! Ik heb zichzelf opengehaald. Ik heb nog een leuke vraag voor jullie. Welke kleur vind ik het lelijkst? Oh. Nee, oh, ik heb het verkeerde. Ik ga je wel echt stuk als je het dan niet weet. Oké, 3, 2, 1. Okergeel. Ja, okergeel. Sander, ik vind meubelen die rood zijn, vind ik heel lelijk. Maar ik vind okergeel echt heel erg lelijk. Dat vind ik zo lelijk. Je zegt altijd tegen me, hoezo is jouw lievelingskleur rood? Dat is echt de lelijkste kleur die er is. Nee, dat is niet waar. Ik zeg de meubels in het rood zijn gewoon heel erg lelijk. Ja hoor. Ik zeg tru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 t
Nee, niet stiekem kijken. Ik heb het al lang opgeschreven. Ja, maar dat is niet leuk. Sorry. Oké. 3, 2, 1. Draai maar op. Friends. De vrienden. Friends. Ja, dat klopt allebei. Ik ben wees trots achter jullie. Cute. We zijn trots op jullie. Love you guys. Love you. Forever and ever. Ever, ever. And forever and always. Oké, volgende vraag is... Wat was mijn favoriete Het komt er niet uit. Zwangere periode. Wat was mijn favoriete vak op school? Oeh. Middelbare? Ja. Ik heb hem al. 3, 2, 1. Je hebt biologie. Je hebt biologie. Jullie hebben allemaal de NPC zelf antwoorden. Maar was het goed? Ja. Dat is toch die NPC? Waarom zou ik het expres fout zeggen? Weet ik veel. Ik wil wel een klein beetje meer creativiteit van jou kan zien. Want dit gaat je punten kosten. Maar dit kost mij tijd. Het gaat je punten kosten. Nee, dit gaat punten kosten. Dit duurt alleen maar langer met je grote bek. Misschien moet je een keer voorkomen te staan. Het staat 8-6. Sukkel. Als ik een piercing zou moeten nemen, maar dan mag het dus niet in mijn oor zijn, want ja, dat telt dan niet. Waar zou ik die dan nemen? Jij gaat iets stoms opschrijven. Nee! Je hebt sowieso kut opgeschreven. Zou jij wel willen, hè? Oh, nee, dankjewel. Ik zal wel even achterwege laten schieten. Dit is echt lost memory. Dit deed ik altijd op school, waar mijn hele hand onder zat. Ja, dat was echt zo'n joch waar we heel zijn handen onder het inkt zaten. Ja, klopt. Heeft iedereen een antwoord? Ja. Ja. Woehoe. 3, 2, 1, draai. We hebben hier neus en neus. Maar dat, neus? Dan ben je niet zeker van je antwoord. Nee, klopt, ben ik ook niet. Ja, maar het is wel neus. Ja. Ja, zo'n koeienring hier zo. Ja, zo in nee, ik zal hem wel eerder gewoon zo'n... Zo'n puntje. Ja? Of ja. Zo'n... Nou, gewoon zo'n rondje, zo'n... Ja, ik zou eerder zo'n... Ringetje. Maar vind ik ook niet mooi. Als ik denk echt niet dat ik dat mooi vind bij jou. Ik denk dat ik het uit zou maken dan. Dat is wel een beetje heel gezellig. Gelijk weer zo negatief. Je kan toch van die ringetjes kopen dat je niet echt hoeft te doen? Ja, ik heb het wel eens ingedaan naar een feestje. Heb je dat wel eens ingedaan naar een feestje? Ja, ik vond het wel cool. Ik vond het video ook dat cool. Ik heb dat echt een keer gedaan. Dan zo de hoek. I'm different. Edward. Ja, ik heb een neusbeerzing. Ja. Maar bij sommige mensen staat het oprecht. Ja, ja echt. Sommige mensen staat echt heel leuk. Maar staat je beter dan een piercing? Niemand gaat dat zien. Niemand gaat dat zien? Niemand mag ik dat wel zien? Ja! De volgende, maar de laatste vraag. Het is eigenlijk weer te helpen je verloren. Ja. De laatste vraag.
van vandaag is... Wat is het merk van mijn fiets? Wat is het werk van jouw fiets? Nee, je merk. Oh, ik verstond ook merk. Stonden jullie ook werk? Laat even weten in de comments. Het gaat om die fiets die ik dus vroeger altijd mee naar... Ja, waar ik vroeger ook mee naar school. Ja, maar... Oké, ja, dat is een puntje voor jou dan. Zo gebruik je nu nog steeds? Nee, ik heb haar nog nooit op een fiets gezien. Jawel, ik heb die Eén fiets. Keer. Hij staat altijd hier op het pad, omdat je hem nooit opruimt. Ja. Je loopt er altijd langs. Je schrijft er nog net niet overheen. Oh. Weet je welke kleur die is? Nee, grijs of zo? Ja. Fiets. Welk merk heeft mijn fiets? Nou, het is in ieder geval geen van mijn hoofd, want zo nieuw is die niet. En zo failliet is hij ook niet. 3, 2, 1. Gazelle. Sparta. Je hebt goed. Shit! Ik draai van nog! Nee! Shit! Dit waren eigenlijk wel alle vragen die ik had. Dus, nou, leuke challenge, zeg. Ik dacht dat ik een keertje ging winnen. Echt een leuke challenge. Sander gaat er weer vandoor met de winst. Ja, ik had oprecht ook wel verwacht. Maar ja, je had zelf verwacht dat je gaat winnen. Ja. 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 Weet al wat we nu gaan doen? Zeker. Ja. Ik weet heel goed wat we gaan doen. Nou, kom, laten we maar doen. Dan hebben we het gehad. Let's go! Mag ik nou mijn eigen geweer gaan vullen? Voor jullie? Ja, graag. Kijk hoe je eruit ziet. Aan en dan valt alles erin. Oh, ja, dit zo. Gaat goed. Dit is ook zo smerig. Oh, heel mijn handen worden ook nat. Oh, mijn handen zijn echt ijskoud. Het is ijskoud. Oh. Zou het een betere vriendin moeten zijn, hadden ze maar meer vragen goed moeten hebben. Kom op, zeg. Nou, laten we even Sophie gaan bekogelen. Let's go. Maxime, het spijt me dat ik geen goede vriendin ben. Ja, had je maar beter je best moeten doen. Er ligt ook allemaal kak hier, hè? Nou, wij gaan allebei even deze emmer leeggooien op Sophie en ja. Dat is het. Dat was het eigenlijk. Dat was het eigenlijk, ja. Alweer. Auw. Dit is zoveel pijn. Oh shit. Kut. Ik ga blauwe plekken krijgen. Ja, hier had men niet helemaal door dat het een beetje te veel werd voor mij. Oh, dat is zo fijn. Gaat-ie? Gaat-ie? Ben je gaan huilen? Oh nee! Nee! Shit, gaat-ie? Oh! Oh nee! Maar dat was wel heel grappig. Ik dacht dat jouw lachen was. Dirty. Talk dirty to me. Kokend heet thee. Ik ga niet een bad nemen, Maxime. Nee. Het is zomer in Nederland. Oh, het is echt zo koud. Het is ijskoud. Oh, ik heb echt een smek. Ik voel me zo voor. Je bent vooral nat. Ik ben fucking vies. Challenge. Dit liep dus heel goed af, dus niet. Ik hoop dat je het leuk vond. Doe zeker even een duimpje omhoog. Vergeet niet een like achter te laten en dan zien we je bij de volgende video. Yes. Doei doei! Doei doei! Die is met je niet. Oh. Ah.